dat transport ging naar de gaskamers. Die niet uit het, de mensen, die niet uit de trein gegooid. Alleen de jonge mannen of de mannen die werken konden werden uit de trein gegooid. Daar was ik bij. En de rest ging door, straight naar Auschwitz. En die werden onmiddellijk vergast. Die hebben niet eens een barak aangewezen gekregen. Uit de trein vandaan, naar het gebouw waar de gaskamers waren, uitkleden. Want ze moesten hun kleren netjes uitkleden en opvouwen. En, zo, en dan werd er gezegd, want jullie gaan allemaal een bad nemen. Dat bad, dat was de gassing. Die mensen zijn, dat is afschuwelijk, die mensen zijn vergat. En die hebben niet geweten wat er met hen gebeurde. En degene die ons vertelde dat ze al vergast waren, wat we niet konden geloven, dat was in Annaberg. Die vertelden het aan ons alsof het de natuurlijkste zaak van de wereld was. Als je niet paste in het werkproces van een concentratiekamp, dan werd je doodgemaakt. Dat hoorde zo. Of dat werd aanvaard, dat was de gang van zaken.